Hoi, ik ben Asher en ik zit in het tweede jaar van Logistics. Vandaag laat ik je mijn opleiding zien en beantwoord ik meteen de meest gestelde vragen. Kijk je mee? Onze school staat op de gezellige Amstel campus samen met andere HVA gebouwen. De campus heeft allerlei mooie faciliteiten zoals een sportschool, een printshop en goede broodjeszaken, waar ik regelmatig met vrienden een broodje haal. De ligging is voor mij perfect. Met de tram ben ik er in een half uurtje, maar meestal ga ik met de scooter. Dan zie ik nog wat van de omgeving. Ik vind van kleins af aan de luchtvaart interessant omdat het zo'n dynamische omgeving is. Alles draait om logistiek op Schiphol. Van bagageafhandeling tot onderhoud van vliegtuigen en transport. Daar zou ik later wel willen werken. In het eerste jaar schrijf je in voor een van de opleidingen. Maar je krijgt beide. En aan het einde van jaar 1 maak je een keuze voor Logistics Engineering of Logistics Management. Bij management krijg je meer economische vakken. Dan kun je denken aan business calculaties of algemene economie. En bij engineering krijg je technische vakken. Dan kun je denken aan ICT en efficiëntere transportroutes berekenen. Het jaar is verdeeld in 4 blokken van 10 weken. Elk blok heb je een project waar je met je groepje aan werkt. Het project hangt samen met workshops die in dat blok volgt. Je bereidt thuis de workshop voor en op school stel je vragen aan de docent. Een groot gedeelte van de tijd werk je aan je project met je groepje. Tijdens het onderdeel studieruimte lopen docenten rond om je te ondersteunen. Ze geven je de juiste handvatten zodat je het zelf kunt oplossen. Verder bezoek je regelmatig bedrijven om onderzoek te doen voor je project. En krijg je gastcolleges. Al met al ben je 40 uur per week met school bezig. Wat ik heel fijn vind is dat je het eerste jaar een vaste coach hebt waar je altijd bij terecht kunt als je vragen hebt. Vanaf dag 1 werk je in groepjes samen. Je pakt een project heel professioneel aan. Iedereen uit je groepje tekent een contract. Hier staan de afspraken en taakverdeling in. Dat is heel relaxed, want je weet meteen waar je aan toe bent. Omdat ik hiervoor MBO heb gedaan, was ik gewend aan samenwerken. Maar sommige klasgenoten moesten hier wel nog een beetje aan wennen. De begeleiding is echter goed. Niet alleen de docenten helpen je graag, je kan ook altijd terecht bij je klasgenoten als je een vraag hebt. Ja, er hangt een fijne sfeer. Het leukste project vond ik Sushi Daily uit het eerste blok. Vooral het bezoek aan de fabriek vond ik mooi. Je kreeg letterlijk een kijkje in de keuken van het bedrijf. Ik vond het super interessant om te zien hoe zo'n logistiek proces in elkaar zit en hoe je het kunt verbeteren. Je leert als het ware een logistieke puzzel op te lossen. Bij ons heb je geen tentamens. Je mag verschillende individuele en groepsopdrachten rondom één project. Elke week heb je met je groepje een feedbackgesprek met een docent. Dit wekelijks incheckmoment is heel fijn, omdat je zo alle tijd hebt om bij te sturen. Aan het einde van het blok ervaar ik daarom ook niet echt deadline stress. En ik weet zelfs na al die gesprekken wel zo'n beetje wat mijn cijfer wordt. Je kunt overal terecht, want logistiek zit letterlijk overal. Het ligt eraan wat je interessant vindt. Ik vind luchtvaart interessant, maar iemand anders wellicht scheepvaart. En dan kun je bijvoorbeeld werken in de Amsterdamse haven als planner. En natuurlijk zijn er genoeg logistieke uitdagingen in het transport op de weg. Iedereen laat steeds vaker alles online bezorgen. Maar die stinkende bestelbusjes zijn natuurlijk niet meer van deze tijd. Jij mag hiervoor duurzame oplossingen verzinnen. Ik heb voor Logistics Engineering gekozen. Later wil ik graag onderzoeken wat de luchtvaart nodig heeft om efficiënter en duurzamer te worden. Ik zou bijvoorbeeld wel iets met vliegtuigonderhoud willen doen. Ik heb het nog niet helemaal helder, maar dat is oké, want ik heb nog een paar jaar om dat uit te vinden. Het fijne aan logistics is dat je niet gelijk in het diepe wordt gegooid. Het niveau wordt langzaam opgebouwd. Hierdoor had ik dan ook vanaf het begin al tijd voor een bijbaantje. Daarna sport ik regelmatig en heb ik genoeg tijd over om met vrienden af te spreken. Wil je meer weten over mijn opleiding? Kom een keertje kijken op de open dag of stuur je vraag alvast via Instagram DM. Laters!